allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, het is vandaag zaterdag en vanavond is de allereerste keer dat om 9 uur de lockdown is, de avondklok. Niemand mag om 9 uur naar buiten. En moeten dus de aankomende 2 weken moeten we dus doen met 's avonds thuis zitten, 's avonds je eigen thuis maken. Coronamaatregelen zijn dat weer extra, want slachtoffers lopen zo erg omhoog, het aantal mensen die corona oplopen. Dus we moeten momenteel binnen zitten. Ik had nooit gedacht dat ik dit ooit zou meemaken. Dat dit er ooit nog eens een keer van zou komen. Dat er een avondklok is. Maar het is helaas niet anders. Het is helaas zo. Er is niks aan te doen. En we moeten het helaas. Moeten we het er maar mee doen. Voor mij zal het niet echt veel uitmaken. Ik vermaak mijn eigen altijd 's avonds. Ik kom ook 's avonds. Of er moet echt wat iets zijn of zo, iets leuks. Dan kom ik wel buiten. Maar over het algemeen, als ik meestal niks te doen heb. Meestal heb ik 's avonds niet echt afspraken en zo meer. En dan. Dan heb ik eigenlijk niks buiten te doen. Dus voor mij zal er niks veranderen. Ik ga gewoon lekker televisie kijken. Ik kijk een paar livestreampjes van anderen. Ik ga een beetje computeren. En ik zal er weinig last van hebben. Er zijn ook een heleboel mensen die nog om 9 uur 's avonds naar buiten gaan. Om naar vrienden te gaan. Om met vrienden af te spreken. Om te chillen buiten, weet ik voor wat ze allemaal doen, hangen, jongeren. En voor hun is het een stuk moeilijker. Voor mij is het niet echt een probleem, want ik kom 's avonds meestal toch niet meer buiten. Ik ga altijd lekker een filmpje kijken, drankje erbij, af en toe even een borreltje. En ik vermaak me wel. En door de week heb ik eigenlijk de hele week gewerkt. En dan heb ik eigenlijk niet echt veel zin meer om 's avonds nog de deur uit te gaan. Jullie horen dat mijn stem is ook een beetje helemaal naar de kloten. Ik ben nog steeds niet helemaal lekker. Ik heb een beetje verkouden, ben ik nog steeds een beetje. Ik ben natuurlijk een week thuis geweest. Maar nu momenteel laat mijn stem het een beetje afweten. Ik ben een beetje schor, ben ik. En dat komt allemaal door de verkoudheid een beetje. Maar dat kan je beter maar niet zeggen. Want tegenwoordig als je zegt dat je verkouden bent, dan heb je gelijk al corona. Het wordt niet meer bestempeld als een griepie. Als je de mensen hebt die doordraven, daar bestaat griep niet meer voor. Daar is alleen het woord corona is er nog plek bij hun. En er is al jarenlang, is er al in januari, februari, is er al dat het gewoon op een gegeven moment kouder wordt. En dan loop je eenmaal een verkoudheidje op. Maar nu met de corona ben je gelijk ernstig ziek. En moet je nog oppassen ook, anders dan komen mensen niet meer bij je omdat ze bang zijn. Iedereen is bang geworden van corona. Ik kan het me ook wel voorstellen aan de ene kant, maar aan de andere kant. Jongens, hoeveel mensen gaan er. Hoeveel mensen hebben de griep tegen in deze periode? Het is heel normaal om met dit. In dit tijdstip ziek te worden, verkouden te worden, een pijn in je keel te hebben. Het is nou eenmaal het jaargetijde voor. Het is koud buiten. Je loopt zo loop je wat op. Dus iedereen is natuurlijk heel erg bang geworden. Wat vind ik van de avondklok? Ik zal er zelf niet echt veel problemen mee hebben. Maar ik vind het wel belachelijk. Wat ik al vertelde in de vorige vlogs al. Wat gaan mensen doen als ze elkaar 's avonds niet meer kunnen ontmoeten? Juist, dan gaan ze
overdag elkaar ontmoeten. Dus ja, ik vind het eigenlijk een maatregel van niks. Ik vind het eigenlijk een beetje stomzinnig, vind ik het eigenlijk een beetje. Maar ja, het is helemaal zo en er is niks anders aan te doen helaas. In ieder geval ga ik nog dus die vlog opnemen waar ik het in de vorige vlog over had. En die vlog die kunnen jullie hierna bekijken. Ik weet niet of dat er één dag, twee dagen of drie dagen tussen zit. Maar in ieder geval de aankomende vlog is dus een vlog weer met de hele groep. En dat bedoel ik mee Kevin, misschien Joost, Sander waarschijnlijk en ik. En dan gaan we weer een leuke vlog gaan we weer opnemen. In ieder geval bedank ik jullie allemaal weer voor het kijken. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer even op mijn kanaal, want ik blijf een beetje stilstaan. En het zou wel leuk wezen als ik de 1000 abonnees haal. Dus, abonneer even op mijn kanaal. Like deze video. Volg mijn social media, dat is Twitter, Instagram, Facebook. En ik heb tegenwoordig natuurlijk ook Discord, dus ik ben ook op Discord te vinden. En ik spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Jongens, groetjes en tot de volgende. Bye bye. Joe.